Goedemiddag, uh, meester Spaas. Uh, Goedemiddag, Winnie. En zegt maar Thomas. Ja, dag, Thomas. Uh, eerst en vooral, wie bent u? Wat doet u hier? Hoe, wat brengt u hier? Eh? Ik ben uh, Thomas Spaas, in eerste plaats Antwerpenaar. Nee, grapje. Nee, ik ben Thomas Spaas. Uh, ben beroepsmatig, ik zal daarmee beginnen, uh, advocaat. Gespecialiseerd in fiscaal recht en in het zich ontwikkelend recht van blockchain en cryptoactiva, gedecentraliseerde technologie. Dus ik help um, individuen, maar ook bedrijven, met al uw vragen waarom blockchain te maken heeft, cryptotokens, uh, NFT's nu ook tegenwoordig. DeFi uh, een hele mond vol. Hè. Maar ik help hen, mijn, mijn insteek is, is, begint meestal vanuit fiscale. Maar ik probeer ook zo goed mogelijk, al dan niet in uh, samenwerking met uh, collega's en confraters, of andere cijferberoepers, uh, om mensen. Een totaaloplossing voor hun crypto vragen te bieden. Uh -huh. Daar ben ik mee begonnen een, uh, een aantal jaren terug. Ik zit sinds 2013, denk ik, ben ik al met crypto bezig. Uh -huh. en, en heel snel is dat uh, ja, de hoofdmoot van, van mijn beroep uh, geworden: de advisering daarin. Uh, voor de rest ben ik ook vader, uh, gehuwd, uh, twee jonge kinderen. En uh, ja, ben ik ook geïnteresseerd in van alles en nog wat. En ik kan niet zwijgen en, en, uh, en dan ook blijkt, niet stoppen dat, met tweeten. Dat blijkt vooral op Twitter, hè. Ja, ja, ja zeggen, Want daar uh, begint, daar hebt u toch de, de laatste jaren ook gemanifesteerd als iemand die nogal maatschappijkritisch is, de pers, de media nogal goed volgt, volgt wat er gebeurt in, in ons land en daar niet zelden ook een, een Uitgesproken, maar gefundeerde mening over heeft. Ja, dat probeer ik toch. Hé, uh, gefundeerd. Dat doe ik de ene dag al beter dan de andere natuurlijk. Maar ik probeer me toch altijd uh, uh, op iets te baseren. Um, ik spreek natuurlijk gewoon als, uh, als burger. Ik heb de luxe dat voor mijn beroep. het, het mij niet wordt aangewreven uh, dat ik mij wat mondig opstel. Mensen zien graag dat een advocaat of hun advocaat zich durft weren, durft kritisch zijn. Uh, beroepsmatig. Samen met. Uh, een en al voor de taxificatie of de, de pax uh, tax de taxpax. Een en al. Hè? En, en zie ik graag samen met de, de fiscus hè? op zoek naar, naar goede oplossingen. Maar dat neemt niet weg dat ja, ik ook moet optreden in conflict situaties, waar mensen in conflict zijn met de fiscus. Hè? En uit die hoek optiek heb ik de luxe dat uh, ja, ik mij kan uiten. Hè? en dat mijn cliënten dat wel uh, meestal oké okay vinden, hoewel ze, ik hoop het ook voor hen, niet met alles akkoord gaan uh, met wat ik, wat ik zeg nee, enzovoort, nee. heb ik wel een bepaalde uh, allee, luxe, en het zou voor mij ook moeilijk zijn om anders te zijn, want ik kan niet zwijgen zoals ik al zei, uh, ja, vooruit dat ik gewoon mijn mening geef als burger, hè. en dan wil ik ook heel duidelijk zeggen, al wat je gehoord, mijn meningen vandaag enzovoort, veel grotere in, uh, uh, experten in alles waar we het over gaan hebben, uh, maar probeer me te informeren, en, en gewoon vanuit uh, wat ik heb gelezen, ik lees heel veel, uh, vind ik super belangrijk. Uh, ja, zo geef ik gewoon mijn gedachten uh, kritisch, en ik denk dat het mij lukt uh, om nog altijd met de meeste mensen door, een, door één deur te gaan. Uh, ik, heb nog, ik heb contact met mensen uit alle hoeken en kanten van, van Twitter, bijna, denk ik. Uh, en dat vind ik wel fijn, dat bij mij dan toch blijkbaar als, als iemand Th tough but fair misschien. Hè? En hmm. niemand is vrij van bias natuurlijk. Hmm. Um, ja, dat ik nog uh, alle, overal mag en kan komen uh, als gesprekspartner. En ook hier. Ja. Hè? In, het, uh, in het Hol van, uh, van, van de Leeuwen. Ja, laten ons, laat ons uh, eens beginnen over, uh, bij, bij, bij een van uw. Uh... Opmerkingen die, die bij mij toch eens blijven hangen, uh, dat gaat over uw, uw kritiek die, die, je, die je regelmatig uh, formuleert over, over het zogenaamde gratis geld en de ja. nefaste impact dat het gratis geld uh, op, op onze maatschappij heeft. Misschien eerst beginnen met even uit te leggen en te schetsen wat gratis geld eigenlijk is of wat Ja, je gratis, gratis geld is een, is een, is een, uh, is, is een term waarmee dat we een heleboel um, fenomenen natuurlijk samenvatten. Hè? wordt ook gezegd geld bijdrukken, dat zeg ik ook. Hè. Het gaat over de duizenden manieren waarop centrale banken, en degene die het dichtst bij ons staat is de ECB natuurlijk, waarop de centrale banken het financiële stelsel stutten, uh, overheden stutten. Dat doen ze op zeer veel manieren, vaak ook heel ingewikkeld. Het is geen toeval dat dat zo ingewikkeld is natuurlijk. Hè. Um, en waardoor ja, de markt steeds minder speelt, waardoor dat ook uh, investeringsbeslissingen minder, minder uh, door de markt worden genomen. De Economist van deze week, ik heb het ook geretweet en anderen, heeft nog een hele uitleg waarom dat dan niet goed is, hè, wanneer men het oordelen van het risico aan bureaucraten, en mensen bij een centrale bank zijn bureaucraten, overlaat in plaats van aan zakenbankiers, in plaats van aan de mensen. Hè. En hoe meer dat overheden beginnen te beslissen. Wat, uh, waar het geld naartoe moet gaan. Met hoe minder vrije markt dat je zit. En hoe meer foute beslissingen worden, kunnen worden genomen. En hoe langer het duurt hè, voor bepaalde fouten aan het, aan het licht komen. Hè. Mm. Dat is eigenlijk een zeer. Al, al mijn, mijn, ook mijn tweets, wat ik nu zeg. zijn eigenlijk gebaseerd op een heel klassieke. orthodoxe. Uh, liberale klassiek-liberale visie. Wat in de handboeken economie stond. tot en met uh, het jaar 2000 of zo ongeveer. Hè. Uh, van hoe dat de economie werkt, hoe dat de, wat de centrale bank hoort te doen. In het mandaat van de centrale bank staat nog altijd op nummer één het bestrijden van inflatie. Mm -hmm. Me, mevrouw Lagarde, als ik er bezig hoor, ook weer net geretueerd, is met van alles bezig. En inflatie, dat komt wel in orde. Hè? Nu heeft ze zich net iets strenger geuit. Hè? Uh, maar dus we zitten heel ver van de klassieke visie van wat een centrale bank hoort te doen, zowel in Amerika als bij ons. Maar de ECB is daar nog een geval apart natuurlijk, want die moet een hele eurozone managen die... Uh, ja, waar je van afvraagt, is dat wel één uh, economie, hè? Is, dat wel een, is dat wel geschikt om één om een eenheidsmunt voor te voeren? Dat, dan zijn we een beetje aan het afwijken, ja. dan komen we in een moeilijke discussie. Uh, maar wat u daarnet zei van, van de Europese centrale Bank, de belangrijkste taak het, is het bestrijden van inflatie. Het, uh, ja. Het, het, eigenlijk het bewagen van, van de koopkracht van ja, de bevolking, inderdaad. Dat, dat, daar komt het eigenlijk op neer. Nu zie ik ook in die rapporten van de ECB allerlei uh, zaken staan over klimaat en, ja. en, en dit en dat. Uh, zijn dat dan zaken die zij zich onrechtmatig toe-eigenen? Of, of? Wel, het is alleen mevrouw Lagarde, hè, dus de, de voorzitter van de ECB, is geen econoom. Die, uh, die is jurist, net als ik trouwens. Hè. Dus, uh, we daar daar, hebben, bij, we de, daar we de, alle... hebben we er overigens veel te veel van. <laughs> Inderdaad, daar hebben we er veel te veel van. Dus daarom wijken die nu uit naar domeinen als, als economie. Hè? Maar zoals ik zeg, zoals je bij me een korrel zout moet nemen over economie, moeten we dat misschien bij mevrouw Lagarde ook soms wat meer doen. Hè? Um, zij is er gekozen, ja, omdat de ECB moet onaf, zich onafhankelijk opstellen tegenover de lidstaten, hè? tegenover de, de, de lidstaten van de Eurozone. Um, men heeft daar toch een, een politiek figuur benoemd, iemand met, met, een, met een politieke achtergrond uh, en die, ja, die staat onder druk of die is benoemd ook om een aantal andere dingen op de agenda te zetten, zoals uh, de vergroening van de economie, uh -huh. uh, de central bank, de digitale euro zoals die misleidend heet, de central bank digital currency, uh -huh. de vraag is natuurlijk in welke mate meent ze dat, in welke, welke drive zit er echt achter bij de centrale bank, voeren die mensen dat schoorvoetend uit of met enthousiasme? Hè? Dat weet ik niet. Maar dat is ook al, het, is, het is gewoon al lastig. Internationaal, als je ziet wat mevrouw Lagarde allemaal zegt, zijn vaak zaken die ik naar Jérôme Powell van de, van de FED niet zo snel in de mond zie nemen. Uh, vroeger werd elk woordje van een centraal bankier, van zo'n voorzitter, werd op een weegschaaltje gewogen. En bij mevrouw Lagarde zijn er soms vrij freewheelende persconferenties. Hè? Uh, we zijn ver van, van de klassieke manier van doen. Misschien, hè, misschien kan het best zijn dat uh, uh, er wat te veel, uh, te vroeger te veel nadruk werd opgelegd hè, op de analyse van die woorden. Ik weet nog dat, men, dat er analisten waren die analyseerden hoe vaker werd gelachen tijdens vetboardmeetings. board meetings. Want daar kon het humeur meten van die mensen aan tafel. Mm -hmm. Om maar te zeggen, zo weinig werd daar gezegd, dat men dus het aantal... Allee, het, het lachen begon te meten om te kijken van welke kant het naartoe ging, waarin uh -huh. te besluiten. Hè? Van die wereld komen we, en nu komen we naar een, naar een ECB die veel, uh, die veel meer communiceert. Uh, die over van alles communiceert, buiten dus over inflatie, redelijk stil blijft. Elke keer als de ECB tweet, allee, heel vaak heeft het niks met inflatie te maken. Nee. En je ziet dan ook de reacties van de mensen: van, stop hiermee. Hè? Uh -huh. Dus de ECB zegt trots van de. We nemen het initiatief in, 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 in groene financiering, of we nemen het initiatief centrale Bank. En je ziet dan op Twitter die reactie ontstaan: van Stop hiermee, jullie moeten met inflatie bezig zijn, stop, dit zijn allemaal bijzaken. Dus je ziet dat dat conflict echt wel, uh, echt wel speelt. Ja. Nu, uh, even terug naar dat gratis geld, je ja. wilt bijdrukken. Uh, in uw optiek. Uh, heeft dat een nefaste uh, uitwerking op onze maatschappij? Hè? En zorgt dat er eigenlijk voor dat nou, duizenden niet altijd even snuggere maar, ideeën kunnen bloeien? Er zijn, het, is, het, het is dubbel. Uh, ik ga eerst beginnen over... Dat nog mijn voetjes op de grond is. Hè? Uh, het heeft te maken met, gewoon wat de economist zegt, hè? met die investeringsbeslissingen. Hè? Uh, de ECB is nu langzaamaan activa. En daarmee wordt bedoeld, de, de overheidsschulden die ze op de balans heeft staan, ze is die aan het beginnen afbouwen. Maar de voorbije jaren... Heeft de ECB als België staatsschuld uitgaf? En dus de Belgische staatsschuld wordt continu hernieuwd. Er zijn tranches die aflopen, wordt onmiddellijk bijgeleend. Leningen worden afgelost, wordt onmiddellijk terug opnieuw bijgeleend. Om het simplistisch te zeggen, er zijn voor de voorbije jaren veel jaren geweest waarin dat van januari tot maart, de, de, om het simpel uit te drukken, om het per analogie uit te drukken, dat die. De die dan, schulden die dan werden uitgegeven, dat die in de privémarkt terechtkwamen, van maart tot december allemaal door de Europese Centrale Bank gekocht. Idem voor de Italiaanse staatsschuld enzovoort. Was, had België zich niet kunnen financieren zij door de ECB? Nee, zover wil ik niet gaan. Had het dan die tarieven gelukt? Wellicht ook niet. Hè? Dus um, dat blijft maar. Dus die staatsschulden, de, de, de disciplinerende werking die we vroeger hadden. Van de bondmarket, je kon dan een bondmarketcrisis krijgen, waardoor dat mensen hun vertrouwen in het staatspapier verloren en dan moest er onmiddellijk actie genomen worden. Die disciplinerende werking dit is er nu wat uit. Bij de regeringsvorming, in, uh, een heel lastige regeringsvorming, denk ik, ik uh, denk dat uiteindelijk dan de regering die Roepo is geworden die keer. Maar toen ging de Belgische rente naar omhoog en toen sprak men natuurlijk vanuit de politiek over de De en de weverspret, dat was de, het verschil dat, men moest betalen, dat België moest betalen op de Belgische staatsschuld tegenover wat Duitsland op de Duitse staatsschuld moest betalen, dat liep op. En natuurlijk, politiek schoven we dat dan allemaal in de schoenen van, van de wever, die zeiden dat dat niet waar was. Maar dat had toen wel nog een, een disciplinerend effect hè, op die politici van, we moeten een regering vormen. Hadden ze dat beter niet gedaan, wel gedaan, in ieder geval, de druk stond erop. En die druk, de druk om zo'n dingen te doen, om moeilijke beslissingen te nemen, die is, is nu voor een stuk weg. Dat, dat, is dat is dan één van de vele dingen. Hè? dat is dan vooral te wijten aan het feit dat er eigenlijk geen markt meer speelt. Dus dat voor drie vierde van het jaar de Europese ja. Centrale Bank automatisch. Ja, absoluut. Dus die houdt, overneemt. En dat je geen enkele. Dat de bedoeling eigenlijk van, van schulden. Ja. Uh, moet ook ergens een, een rem op staan. Er moet ergens stoppen. Hè? Dus vo, wat, wat was er? Even, even terugspoelen naar uh, de vorige financiële crisis. 2008-2009 begon die. En de rente tussen verschillende landen hè, begon enorm op te lopen. Maar dat, dat was niet gezond voor één muntunie. Dat je met één munt zit, die schulden ze allemaal in, in, eh, uh, in, in euro's. En sommige landen waren veel groter. Dus dan, dan begon het te dreigen dat Italië eruit moest gaan, omdat het niet meer kon volgen. Uh, en, en dan zou moeten devalueren enzovoort. Dat, was echt, dat waren echte scenario's, herinner ik mij nog heel goed. We waren zelfs op de advocatenkantoor aan het kijken, hè. wat met contracten die in euro's zijn afgesloten, kunnen dat terug de Italiaanse lire worden? Dus we waren echt al aan het plannen, uh, die, die clausules werden in... Zover ging het, tot, de, herinner ik me, als, als de dag van gisteren, want dat zijn ook in een carrière van een jong advocaat, dat zijn natuurlijk grote en belangrijke mm -hmm. momenten, dat was echt de break-up, de eurozone break-up, dat was een scenario waarmee dat rekening werd gehouden, tot Draghi kwam en Draghi zei, whatever it takes, en dat was toen voldoende om al die rentes... Terug te kalmeren en te harmoniseren. Zodat je nu nog wel een verschil hebt tussen wat Italië op, zijn op haar staatsschuld betaalt en België op zijn staatsschuld. Er zit nog wel een verschil op, maar niet zo uitgesproken als dat je vlak voor die, die, die crisis had. Hè? Mm -hmm. En dus om de eurozone te redden, heeft men voor een stuk eigenlijk de markt opgegeven, of de vrije markt mag niet meer spelen, zoals vroeger, in, in die overheidsobligaties. Nu, dat is het meest directe effect. Maar dan hebben we natuurlijk tweede en derde orde effecten. Overheden kunnen zich heel makkelijk financieren. Wat heeft dat tot gevolg? Dat uh, vroeger moest een overheid haar privésector zwengen. Dan gaan we helemaal terug. Dat gaat terug tot, uh, tot zelfs de middeleeuwen met, 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 met steden die, die een charter kregen. Belfort, werd bewaard. Hè? Dat was helemaal niet met die een baron of de lokale potentaat dat, dat zo leuk vond, vrijheid. Maar hij zegt dat brengt geld op. Als ik mijn mensen hier in, hier, hier, hier in Gent bijvoorbeeld hier hier wel laat doen, hè? Ik vind dat ik allemaal morgen gespuis, ik kom niet graag buiten, maar uit mijn, uit mijn kasteel of Citadel of wat het ook was. Maar goed, ik stel vast dat mijn andere vriendjes, baronnen of fijne baronnen, als die de mensen zo wel laten doen, dat lokt handel aan en ik word daar rijker van. Hè? Mm -hmm. En dat is waarom dat vrijheid er komt, dat is dus niet een of andere globale principe. Vrijheid komt voor een stuk ook voort, dat verlicht hè? egoïsme. Zeg van, kijk, we gaan de mensen laten doen. En dus dat principe zet zich zo de eeuwen heen. Hè? Dus Machthebbers willen meestal of wilden een levendige privésector. Uh, want daar komt het belastinggeld vandaan. Mm -hmm. En hoe meer dat. Um en het gebeurt ook onbewust. Hè. Uh, het is altijd uh, complottheorie. Dat... Nee, de meeste dingen. Er zijn zeker complotten. De complotten bestaan, absoluut. Maar de meeste dingen gebeuren niet uit de complottheorie. Ze zijn ook veel te massaal verspreid. Het zijn bepaalde ideeën, houdingen, die een die, die maatschappij gaan, gaan doordringen. Hè. Voor een stuk spontaan, ongestuurd. Maar dus, veel politici. In, in, in de, de uitspraken nu zijn Kan direct een aantal recente uitspraken opzommen? Veel politici geloven. Bewust of onbewust, dat het zonder privésector ook wel kan. Heel treffend was Magnet uh, twee weken terug, denk ik, in de soir, of was de Libre? Um, het ging over um, het overheidsbeslag in Wallonië, uh -huh. dat tijdens de coronajaren, ik denk nu nog altijd, tegen de 80% zat. Dat betekent dus van elke 100 euro die in Wallonië wordt uitgegeven, wordt 80% door de staat uitgegeven. Al die lagen, hè? dus de Belgische overheid, het Waals Gewest, uh, Franstalige nog... Gemeenschap, 80%. Dat is. Dat zijn, dat zijn vanuit de klassieke theorie hallucinante cijfers. Mm -hmm. communistisch Joegoslavië heb ik ooit ergens gelezen, haalde maar 70. al omdat Tito, Tito zei van je ja, moet wel iets privésector hebben, want anders gaat het helemaal niet meer hè. Maar, En dus we zitten in Wallonië, En dan vragen ze aan Maniet, vind je dat niet erg? Ah nee, dit is het bewijs dat het kapitalisme in nodig is. En dat het met zo'n economie ook wel lukt. Maar dat gaat natuurlijk in Wallonië enkel en alleen omdat het geld er vanuit ja. een, een externe Ex ja. uh, gebied wordt ingepompt. Vlaanderen, Maar ook vanuit, vergeet ook de Europese ze niet? Uh, het lijkt mij voor de meeste mensen zeer logisch te zijn dat je, uh, als, je als je naar een economie kijkt, ja, je hebt een aantal mensen die in de ambtenarij werken, je hebt een aantal mensen die in het onderwijs werken. Mm -hmm. Dat wordt gefinancierd via belastingsgeld. Uh, maar dat belastingsgeld wordt opgebracht door mensen die effectief een waarde creëren. En dat gebeurt in de privé. Of dat dat nu gaat over een bakker of iemand die uh, aannemer is en huizen ja. bouwt. Of diensten verleent, zoals ze proberen hun fiscaliteit te optimaliseren. Uh, Vandaar van komt de echte welvaartscreatie. Is iemand als Magnet dan perfect of gewoon dom? Uh, ik denk dat Magnet uh, uh, vooral een, een politicus is die wordt opgejaagd door de, de, de PTB, uh, PVDA, uh, bij ons. En uh, dat die zeker al wel in aanraking is gekomen met, met andere ideeën of, of, of met mensen die, die hem dat zeggen. Maar dat hij gewoon zegt van kijk, in mijn publieke communicatie uh, hou ik deze lijn aan. Hè? Um, maar natuurlijk, investeerders zien dat Caterpillar uh, is daar vertrokken, ze hebben heel hard geprobeerd uh, dat op een andere manier op te lossen, dat, dat lukt maar niet. Als jij continu in de media komt als grote man van Wallonië zeggen van, zonder privé lukt het ook wel, uh -huh. ja dat wordt op internationale hoofdkwartieren ook, uh, ook gelezen hè. Um, Vroeger zaten er in de Financial Times nog bijlagen, me invest in Wallonië, uh -huh. ik weet niet of men die nog maakt uh, überhaupt, dat speelt allemaal wel mee hè. Dus ik weet niet, wie weet wat er in het hoofd van, van Magnet om gaat? Ik weet het niet. Hè. Uh, maar ik weet wel dat heel veel mensen het, het beginnen te geloven. De, uh, de toegevoegde waardediscussie, discussie, dat is de tweede streffekoot, die gaat over de Beyond Growth-conferentie die we uh, afgelopen weekend in, in, in Brussel hebben gezien. Waar de, een van de grondleggers ervan is, meneer Hink, Hinkel. Hink, Hinkes, Daar ben ik zijn, zijn, zijn naam zelf kwijt. Zou even moeten kijken. Um, die is in het Nederlandse parlement komen, of de Nederlandse Tweede Kamer, Eerste Kamer, ik weet het niet, Tweede Kamer. is komen uitleggen hoe werkt de werkt. En hij zegt van, ja maar kijk, um, hij heeft een heel aantal slogans die hij dan oplijst. Hij zegt, het geld komt niet van de bedrijven. Het geld komt uiteindelijk van overheden en, um, en banken. Die creëren het geld. Dat is volgens de monetaire theorie zeker zo. Maar wat hij er eigenlijk mee bedoelt of doet uitschijnen, en dat is compleet fout, is dat de toegevoegde waarde van de, um, van de overheid en van de banken komt. Toegevoegde waarde betekent dat als ik u um, 100 euro geef in diverse grondstoffen. Ah ja, toegevoegde waarde bij de bakker. Hè. Toegevoegde waarde betekent, we nemen de productiefunctie, we nemen uh, het meel denk ik, dat in brood gaat. Mm -hmm. En ik koop nooit een brood van mij. Trouwens. <laughs> Want niet meel gaat erin, water, zout, gist. Uh, nog iets? We maken tegen, denk ik. Mm -hmm. dus ik moet het allemaal niet doen. Dus dat, is, dat is exact waarom de bakker bakker is en wij geen bakker, of de overheid geen bakker is. De mm -hmm. bakker weet hoe dat moet. Die voegt die, die ingrediënten samen, ook die arbeidstijd, en die maakt er iets van dat meer is, zelfs los van de prijs, dan de som van die onderdelen. Mm -hmm. Dat is de magische. Toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde zit in de prijs. prijsvervat. Normaal de beste, beste graadmeter die we hebben om te zeggen hoeveel waarde is er toe zit in de prijs. Dus je neemt de waarde van de ingrediënten, mm -hmm. je neemt de waarde van de arbeid en van het recept van, van de bakker, je voegt dat allemaal samen en je komt tot een brood dat meer waard is dat, waar je meer voor kan vragen dan al die elementen los. Ja. Dat is allemaal nogal logisch. Maar dat is, dat is eigenlijk wat toegevoegde waarde betekent. Als je met iemand die bij de overheid werkt, of dat is een sample discussie, heel moeilijk, maar ik denk dat het voor een stuk op een misverstand is gebaseerd. De toegevoegde waarde komt vooral van de privésector, privé omdat die efficiënter met middelen omspringt. Mm -hmm. Omdat die het disciplinerende effect van de markt achter zich voelt. Normaal in een, in een, in een functionerende markt. We hebben in België niet altijd functionerende markten, eenmaal akkoord. Maar dat is toch hoe het moet werken. En in sommige markten zien we dat ook. Hè? De overheid heeft veel van die drivers niet. Hè? Dat betekent dus als je 100 euro aan de overheid geeft, dat er vaak en zeker in België maar voor 80 uitkomt aan zaken waar iemand iets aan heeft. Zelfs met de corruptie, zelfs met het afromen meegeteld, hebben wij een overheid die als je er 100 aan geeft, dat die er wel van alles mee doet. En hier komt dus het grote misverstand. Als ik zeg, de meeste toegevoegde waarde komt van de privésector, reageert men altijd heel op de tenen getrapt: van ja, maar uh, ik werk bij de overheid, ik doe toch ook wel iets, ik draag toch ook wel bij. Zeker, zeker. Maar als je het in, in het in het geheel ziet, dan zitten wij met een overheid of met een lasagne aan overheden die, als je er 100 euro aan geeft, en ze doen er van alles mee, die van die 180 of 70 hebben gemaakt. Uh, en, en 30 is gewoon aan frictie, inefficiëntie, aan zaken vervlogen waar niemand wat aan heeft. Mm -hmm. Aan overheden die elkaar tegenwerken en dergelijke. Hè. In een vrije markt enzovoort heb je dat minder of niet. En daar wordt wereldwijd, het is ook empirisch, je kunt, uh, je kunt dat gaan bekijken, hè. de meeste toegevoegde waarde, hoe worden landen rijk, is door middel van een privésector waarmee dat je ook dus moet aanvaarden voor een stuk, dat er verschillen gaan optreden in, in inkomen, hmm. verschillen in vermogen, uh, enzovoort. Oké, okay, we hebben nu dus duidelijk vastgesteld dat er wel degelijk nood is aan een privé, wat Magnet ook mogen zeggen. Uh, het feit dat er zoveel overheid aan, aan, uh, uh, aan het werk is, heeft ook wel een impact op... Uh, het groeien en bloeien van dwaze ideeën. Ik denk dat daar ook een band zit met dat gratis geld, het, het, het gemakkelijk financieren. Ja. Uh, dat zijn ook stellingen die, die, die je zelf poneert. Kan je daar enige voor duidelijk maken? Hoe, hoe verder ik in mijn uitleg ga, hoe meer we naar het speculatieve gaan evolueren. Deze uitleg wordt nog altijd: hè. we zijn nog altijd mainstream uh, economist enzovoort. Hè. Uh, investeringsbeslissingen. Dus vrije markt neemt een verkeerde beslissing. Als investeringsfonds bijvoorbeeld. Een mm -hmm. investeringsfonds neemt een verkeerde beslissing. Normaal gezien hebben die meerdere participaties. We wedden die niet op één paard hè? van, van mm -hmm. nieuwe ideeën. Um, maar als die blijven zich verkiezen, dan gaan die eruit. Dan wordt het fonds gesloten. De aandeelhouders krijgen hun geld terug. En dan gaat, wordt dat herverdeeld naar iemand die het beter kan beleggen. Mm -hmm. Bij de overheid hebben we die uh, drive veel minder. Hè? Dus uh, als er bij een overheidsproject typisch mislukt, dan wordt er gevraagd om meer middelen en meer ambtenaren. Dat is, de standaard. Dat kan je ook lezen bij uh, Thomas Sowell bijvoorbeeld, die als heel linkse econoom ooit is beginnen werken uh, voor. Uh Zegt hij, naar eigen zeggen. Bij. De overheid heeft gezien hoe dat veel dingen mislukken, maar dat is dus vandaag de dag ook nog altijd zo. Hè? Mm -hmm. Weer al, ik zal het maar al opmerken in de dingen. Doet de overheid alles verkeerd? Nee, zeker niet. Ziekenhuizen, natuurlijk. Onderwijs, tuurlijk. Nou, ja, uh, daar, daar is ook wel wat efficiëntie in van, te van, van, van ben Ik ben niet tegen elk idee van collectieve voorzieningen, wil ik maar mm -hmm. zeggen. Hè? Of, ik verzet, er, er bestaan zeker ook marktfalen, dat, dat wil absoluut grief toegeven. Maar er worden dus initiatieven genomen. Hè? Bijvoorbeeld, de, de voorbeelden zijn Legio. De duizenden websites die de Vlaamse overheid bouwt. Hè? Dat is, als de Vlaamse overheid iets leuks ziet, en, en het is ook vaak zo van iets leuks dat in de privésector bestaat, en we zijn hier in Gent, zien dat ook heel vaak, maar ziet iets leuks, en zegt, oh, dat zouden wij van de overheid ook moeten hebben en men begint dan ook een website met, met, met recepten te maken enzovoort. Dus we hebben nu de VRT die recepten maakt, we hebben de, we hebben de overheid die die receptenwebsites heeft, we hebben dingen, oké, okay, maar kookboeken, het maken van kookboeken, zelfs met gezonde dingen in, kan perfect aan Pascal Naessens uh, in, in consorten mm -hmm. worden overgelaten. Ja, en die doen dat vrij goed. En die doen dat vrij goed. Ik ja. snap niet wat de overheid daar zit te doen. Uh, al die deelfietsen, fantastisch, maar een vriend van mij die zegt altijd ik zou graag iets minder belasting betalen, maar dan een fiets kiezen die helemaal mijn goesting is. Ja. In plaats van dat we doen iets dat zo wel werkt, maar, maar... Enzovoort. Dus elke keer dat de overheid zoiets doet, usurpeert ze. En heb je, heb je veel minder die, die feedback. En dat gaat dan verder en, en verder en verder. Hè? Um, doordat, en onderliggend, onderliggend ligt altijd die monetaire... Politiek, hè. waar komt al dat geld vandaan dat komt finaal hè, van die centrale bank die dus door geld gemakkelijk ter beschikking te stellen van overheden het voor die overheden heel makkelijk maakt om van alles en nog wat te doen hè? en om ook de negatieve gevolgen van haar beleid te maskeren lockdowns en dat, dat is even de groot dat is, een aparte, dat is een aparte podcast waar ik weet zelfs niet dat ik die zou willen doen het is een van de hot topics aan deze tijd waren die mm -hmm. nu allemaal de moeite waard het is vrij zeker dat die lockdowns nooit zo lang waren volgehouden geweest als de overheid die in staat was om heel veel mensen hun inkomen te gaan betalen. Mm -hmm. En voor de eerste lockdown, toen we niet beter wisten, en dat is mijn persoonlijk standpunt, mag je het perfect mee akkoord gaan, zolang je mij maar geen moordenaar noemt en, en, en omgekeerd, hè, want die coronadiscussies kunnen vaak super heftig worden, mm -hmm. die eerste lockdown, die snap ik, en dat men toen hè, een massale injectie heeft gegeven, dat is te verantwoorden. Hè? Toen heeft men gewoon niet, niet hard gekeken naar, nou, heeft die zelfstandige wel steun nodig, heeft die erin... Dan men gewoon, bam, op het moment dat het voor veel mensen leek alsof de wereld verging, dat men dan hè, geld gewoon ter beschikking stelt, dat kan ik meeleven, dat zeker je. Maar dat dat dan blijft, en dat werd toen al voor gewaarschuwd, pas op, want je gaat dat ooit wel moeten stoppen, het is veel te lang geduurd. Als we kijken naar de horeca, die ik, en ik, ik ben 1,5 fan van de horeca, maar je kunt niet van veel zaken vragen, de, 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 voor de, of ze wel zo lang... We zitten nu met een grotere horeca er meer horeca, tot mijn verbazing, hè, dan, 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 voor, dan voor corona. Uh, overheidsteun heeft het uh, fantastisch gereed, maar we kunnen u afvragen of daar wel binnen de horeca al die steun wel zo doelmatig is, 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 uh, werd besteed. En het gaat natuurlijk niet alleen over horeca, het gaat over nog, nog veel meer andere dingen. Uh, maar. Ik merk ja. wat, wat die horeca betreft vooral dat er uh, een een personeelstekort is. Dat veel mensen van de gelegenheid ja. gebruik gemaakt hebben om andere horizonten op te zoeken. Ja. En dat die ook niet meer terugkomen. Ja, desondanks zitten, zitten we met de cijfers. En dan kunt u afvragen hoe dat, dat komt. Maar zitten zitten puur cijfermatig met een grotere horeca dan voor corona? Hebben veel mensen zich omwille van die steun als het gaan inschrijven als horecazaak? Dat zijn van die dingen. Hè? Maar de horeca, we zijn nu heel erg op die horeca aan het focussen. Het gaat eigenlijk over. Dat die, die, um, al die maatregelen, hè? dus slecht beleid, beleid, kan veel langer duren uh -huh. door dat bijgedrukt geld. Terugkijkend nou bijvoorbeeld naar de Vietnamoorlog, die, toen heeft men ook, is men ook voor het in Amerika, echt massaal geld binnen bijdrukken. Bijgedrukt geld stimuleert oorlogen. Oorlogen zijn verwoestend, sowieso uh -huh. ze al winden. Vietnam hebben ze niet uh, gewonnen. Het um, stimuleert niet alleen oorlogen, maar waar Europa veel geld aan uitgeeft, is wanbeleid. Hè? Foute investeringsbeslissingen enzovoort. Wanneer nu de ECB met haar green bonds gaat komen enzovoort, kunt u afvragen of al dat geld wel doelmatig zal gespendeerd worden. Of windmolens niet op windluwe plekken gaan terechtkomen, of dit of dat enzovoort. Dat is... Nu zijn we nog allemaal binnen het, uh, het kader van, van, van klassieke dingen die je nog in de Economist kan lezen. Als je nu echter verder begint te denken, uh, mensen moeten nog wel blijven geloven dat allemaal dat geld wel iets waard is. Hè? En dus die miljarden, triljarden vliegen ons tegenwoordig om de oren, hè? ook vanuit Europa. Dat heeft een bepaald effect, denk ik, ook op de mentaliteit van mensen, waar niet veel onderzoek, omdat het ook heel moeilijk te bewijzen of te meten valt. Het gaat over heel grote bewegingen, mentaliteitswijzigingen binnen de bevolking. Wij, wij zijn moderne mensen en wij meten dus hoe wij onze dag gaan spenderen, iedereen van ons. Zelfs de mensen die zich uh, die groter noemen of zich verzetten tegen het systeem, ieder van ons in het Westen, en, en buiten het Westen ook, richt zijn dag in op basis van waar ga ik mijn tijd aan spenderen en waar ga ik mijn geld aan spenderen, en, en, en wat zijn de financiële en, en, en tijd-implicaties van dat. Tijd is geld, het gekende ding. Wij doen het, we zijn zo ingebakken bij ons, We doen dat zelfs onbewust. Hmm. Wij doen dat onbewust, wij meten de dag in 24 uur, en wij gaan een broodje kopen, wij meten dan. Uh, zonder nadenken, we gaan, we gaan dat doen en dat doen. Dat, is, dat speelt de hele dag. Hè? Dus dat, zijn, dat is onderliggend. Zoals voor iemand uit de middeleeuwen speelde de hele dag. Ik wil mijn hemel verdienen. Hè? Mm -hmm. En al wat die mensen deden, zelfs onbewust, was in dat kader gebaseerd. van wat ik nu doe, ga ik dat dichter bij God brengen of dit niet. Hè? Dat was ingebakken gewoon. Dat uh, kwam tot uiting in hun architectuur, in hun kunst, in alles. Wij hebben dat tijd is gelding als jij met uh, de waarde van geld begint te knoeien wat inflatie uiteindelijk is een knoeibol hè, waardoor het onduidelijk is wat nog wat waard is dan denk ik dat zich dat ook in de normen en waarden over de bevolking uit en als je dan komt bij een fenomeen als die groot, als je dat met niet westerse bril bekijkt uh, is het een decadent fenomeen dat zijn mensen die het al heel goed hebben die gaan zeggen, voor ons hoeft al die ontwikkeling uh, niet meer zo. Hè? Mm -hmm. Het kan me minder, en, en, en dingen, dat zijn zaken waar men buiten Europa echt niet, niet mee bezig is, en waarvan ik mij kan inbeelden dat men ze zelfs vrij, vrij decadent vindt. Hè? Hoeveel <coughs> tractie die groot natuurlijk weer, weer heeft, Alleen marketing is zo slecht, uh, alleen, alleen het woord die, die groot al, klinkt al niet, klinkt al niet super. Uh, we zullen zien, maar, maar je ziet dat van die heel rare ideeën, die, die in andere Omstandigheden met een ander monetair beleid, misschien direct zouden weggelachen zijn, dat die meer tractie krijgen dan, misschien, uh, dan ze anders zouden krijgen. Ja, maar ja, je, je, je refereerde daarnet al aan uh, het Beyond Growth uh, 2023-programma, uh, ja. dat in, in het Europees Parlement was. Uh, we zien daar een aantal sprekers uh, niet. De minste was, was uh, Anona de Wever, die daar ja. natuurlijk vanuit een bijzonder luxueuze bourgeois en middenklaspositie zonder, zonder, ooit, zonder ooit iets te kort te zijn gekomen, eventjes komt zeggen uh, hoe de rest van de wereld zich, zich uh, dan maar eens moet gaan verarmen. Daar wordt door volwassen mensen en belangrijke politici voor geapplaudisseerd. Ik vind dat eigenlijk nogal, nogal verbazingwekkend. Uh, dat zo iemand wordt bejubeld, ik kan mij onmogelijk voorstellen dat, dat daar ernstig over nagedacht is. Wel, de, de, elke, elke beweging heeft, heeft zijn helden natuurlijk. Hè. Uh, en en Annuda de Wever is polariseerd, net zoals Bart de Wever-politiek uh, Wever polariseert. Het is geen familie, maar. En die discussie, nee, het is geen familie, maar de, het polariseren hebben ze wel een, in een bepaalde mate gemeen. Uh, de Wever doet dat natuurlijk om zijn doelstellingen te halen. Zij doet dat om haar doelstellingen te halen, maar wat is haar doelstelling natuurlijk? Hè? Als het de bedoeling is um, de, een partij technisch, de groene partijen, te steunen, polariseren hoort bij het politieke uh, we werktuigen, hè? dat mm -hmm. hoort bij het wapenarsenaal, ja, ja, je das, moet laten zien voor wie dat je staat. Dat is um, juist Thomas, maar het gaat nu eigenlijk, want we waren bezig over het gratis geld, dat, dat, en het, dat, het, dat, het dat kunnen voortroepen van, ja. van, van, van domme ideeën, als het gaat over laat ons allemaal gezellig samen verarmen. Uh, waar, waar we eigenlijk op dit moment naar op, op weg zijn, en de mensen beginnen dat ook te beseffen. Uh, dit, dit gaat over, over een, uh, een, een klimaatprogramma uh, uh, dat, dat nogal religieuze en sectarische ja, ja. dimensies mensen Ja, de volgende keer moeten we misschien ook ineens Anouna vragen, want het zou wel leuk zijn om haar erbij ja. te hebben. En, en dus we gaan het nu doen uh, op basis van haar uitspraak. En als ze niet akkoord is, mag ze de volgende keer ja. erbij ja. stel ik voor. Uh, maar als je dan dacht: van ja, wat zijn de ideeën van Hanouna? Heeft hij er? Ja, die heeft hij zeker vast. Hè? Maar komt dan weer uit: van oké, okay, Hanouna, uh, je, wilt, je wilt dit en dat en dat uh, allemaal realiseren. Hè? Die soort utopie. Hoe gaan we dat doen? En dan komt er weer uit: bij, we gaan geld bijdrukken. Uh -huh. Dan komt er weer uit bij MMT als antwoord, wat die, wel onderliggend bij die, die groot ook speelt. MMT is? Modern, uh, modern Monetary Theory, of zoals ja. ik het noem Mugabe uh, Monetary Theory, omdat um, de, de heerser van. Leeft uh, hij nog? Ik weet het niet. Nee, 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 <laughs> nee maar, uh, de, de, die man heeft uh, de Zimbabwe dollar, die heeft hyperinflatie veroorzaakt uh, in Zimbabwe, dat we niet meer gezien hebben sinds Weimar. Hè? Mm -hmm. um, en uh, het komt neer op het, op het onbeperkt bij, dus wordt maar nu nog. Hè? Het, maar het was, Mugabe was de held van, van links- en, en weldenkend Europa hè, in de jaren tachtig. Ja, dat uh, was van voor mijn tijd. Er stond bij ons op de schouw geen, uh, geen Mugabe-foto, uh, in ieder geval. Uh, ik heb hem leren kennen via die monetaire dienen. Dat hij altijd zijn regime is. als voorbeeld werd genoemd van hoe het niet moet, hè, monetair. Mm -hmm. MMT betekent gewoon dat de ECB nu nog subtiel en op duizenden manieren, niet allemaal even duidelijk, uh, dus nog enige schroom heeft, zeg maar, om toe te geven waar ze mee bezig is. MMT betekent gewoon alle remmen los, en geld bijdrukken is gewoon de officiële policy. Want, zegt men, een land dat zijn eigen munt drukt, of een eurozone die er eigen euro's creëert, kan nooit failliet gaan. Dat is dan de, dat is dan de stelling. Nee, dat klopt. En het kan wel zo zijn dat u, uw dollar of uw euro in dit geval niks meer waard is natuurlijk. Uh -huh. Oké, okay, ik kan oneindig euro's bijdrukken om mijn schuld af te lossen, maar als dat niets meer waard is, Herinner je dat die, dat die uh, schulden om de zoveel jaren moeten hernieuwd worden? Hè? Dan ga ik niemand niet meer vinden die, die aan een normaal tarief wil lenen, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Of, of, aan, een, of aan een straftarief natuurlijk. Hè? Dus dat is heel, um, sofistisch vind ik om te zeggen van een, 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 een natie of een eurozone die haar eigen euro's kan bijdrukken, kan oneindig schuldig maken, oneindig schuldig ma schulden maken, sorry, en in onze taal is dat heel mooi hoe dat schuld, Eén woord is hè, schuldig, schulden. Hè. Mm -hmm. In andere landen is dat niet zo. Hè. In Engels is guilty and, and dept, hè. Dat is guilty en indebt. Dat is iets anders. Bij ons is dat één begrip. Dat is misschien niet ongezond. Um, schulden maken onbeperkt? Nee, dus. Hè, want je zou dus inderdaad hyperinflatie krijgen, bijvoorbeeld, enzovoort. En allemaal van die fenomenen. Iets dat MMT dan probeert op te lossen door uh, ja, een comité van wijze mannen of vrouwen, dat dan zou inflatie op tijd zou zien aankomen. We zien hoe, hoe slecht centrale banken daarin zijn, uh -huh. of toch zeggen ze toch dat oh, ze zijn. lijkt mij eigenlijk maar een combinatie van groepsdenken en niet echt gemotiveerd zijn dingen. Um, die zouden ervoor zorgen dat er geen inflatie kwam en gaan werken. Hè? Ja, waarom zou nog iemand gaan werken? Want het, het geld is toch allemaal gratis, hè? Maar de implicaties van gratis geld zijn dan ook bijvoorbeeld: als ik niet ga werken, zou ik dan een soort minimuminkomen, basisinkomen krijgen? Maar waarom zou dat basisinkomen dan geplafonneerd zijn? Waarom, als ik zin heb He, om, 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 iets, om, om een duur feestje te geven. Waarom zou het OCW dat ook niet? Ah ja, want het geld is gratis. Zie je dus, ziet de implicaties ervan. Dat dus roept bepaalde vragen op hoe dat dan zou werken. En waarom zouden mensen nog gaan werken? Want het geld is toch gratis. A, zegt men. We gaan nu. En dit zijn dingen die de grondlegger van. van een van de grondleggers van MMT. Ook bijvoorbeeld in een interview dat in knak is verschenen. Heeft, heeft, heeft gezegd. We gaan mensen aan het begin van het jaar een zware belastingfactuur uh, bezorgen. En dan hebben ze een heel jaar tijd om, om, om die af te betalen. Mm -hmm. Dat is dus eigenlijk, je ja, houdt meer op, op een soort slavernij, of, een, of dwangarbeid toch minstens. Hè? Uh, waarbij dat je normaal gezien krijgt dat je belasting berekent op het inkomen dat je hebt gerealiseerd. Hier is het omgekeerd eerst de belasting, en dan moet je gaan werken om die belasting te kunnen betalen. Zo zouden ze het dan doen werken. Um, lijkt me totaal onwerkbaar, Ik kan mij vergissen, hè? maar dat komt natuurlijk omdat we uit de context komen dat dat bijdrukken Oogenschijnlijk weinig inflatie creëerde. Hè. Uh -huh. uh, en nu uh, dacht men: van ja, waarom, als, als er toch niks erg gebeurt, waarom, waarom gaan we niet gewoon all the way en, 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 en drukken we gewoon zoveel als dat we willen? Nu, natuurlijk, is die inflatie daar. We geraken er in Europa maar moeilijk vanaf. Uh, en ik hoor MMT minder. Hè. Ik zag wel journalisten, en niet van de minste, uh, MMT heel hard verteren als een als next-note thing. En, en Zelfs klassieke economen wegjagen, hè? omdat dat MMT moest het worden. Paul de worden Grauwen nu... is daar vreemd genoeg ook naar... Uh... Paul de Grauwen is niet een, ik denk niet echt een, 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 een MMT'er, maar ik het gaat hem er hem wel toch, naartoe. Ik, ik heb hem toch ook dingen horen zeggen sinds hij in Londen vertoeft, uh, ja. over, over het feit dat de schulden er vanzelf gekomen zijn en, en, en ze vanzelf ook wel terug zullen weggaan wel, dan, dan, dan en dat we schulden moeten pesers. maken. Ja, ja, ja. Uh, de, 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 en, en toch, hij verwart heel de, de, tijd, de tijd... Ja. Ik, ik denk dat zijn studenten uit de jaren negentig verbaasd waren om dat te horen, want toen verkondigde hij heel andere verhalen. Ja, inderdaad. Je kan ook Pascal Pape, heeft recent nog een beetje, de, de, wie is Paul de Graal, wat doet hij? hoe moet je die situeren? Hè? Um, ik denk dat hij vaak, um, ten eerste, hij komt graag in de media, maar dat is op zich niet slecht. Wie ben ik hè, om te zeggen uh -huh. dat dat slecht is? Maar hij heeft vaak de neiging, als we het nu heel genereus uh, uitdrukken. En ik ben een genereuze mens, dus waarom niet? Hè? Buiten Twitter toch, weet ik. Als we het genereus uitdrukken, heeft hij heel erg de neiging om zijn wensen voor werkelijkheid te nemen. Dus hij heeft dan een idee van de ECB koopt al die schulden op, dat heeft ze gedaan. En dan moet de ECB, is het gewoon een kwestie van die schulden te schrappen. Iets dat volgens mij nog nooit geprobeerd is, maar hij denkt dan in theorie dat dat wel zou. Dat zou wel eens oplossen. Dus. Stop de komedie, is een van zijn beroemde interviews van Van Voorkelen. Stop de comedie en schrap gewoon een derde van die staatsschuld. Uh -huh. Hij zegt dat dan. Ik vrees dat veel politici dat letterlijk nemen als een, als een realistisch scenario. Maar we hebben nog altijd een Duitsland. Een Duitsland dat nu ook op een soort dwalspoor zit. Zeker met zijn energiewende enzovoort. Duitsland dat ook misschien wat de weg kwijt is. Maar nog altijd het idee dat een Duitsland zou akkoord gaan met een Europese centrale bank die de... Staatsschulden koopt van zwakkere monetaire, gele... alleen zwakkere geleiders, zoals Italië, België, dingen. En dan vervolgens die schulden schrapt, waardoor in die landen geen enkele discipline meer zou zijn. Uh -huh. Dat ze dat dan daar binnen de ECB mee akkoord zou gaan vandaag de dag, is zeer vergezocht. Maar hij poneert het dan. Als een in... Hij maakt er de hele tijd een mix van concrete uh, aanbevelingen en wat er in een ideale wereld zou moeten gebeuren. Uh, schrappen derde van de staatsschuld, dat was compleet onrealistisch. Dat dat, dat die staatsschuld ooit geschrapt ging worden, Allee, op dat moment geschrapt ging worden. Um, als hij zegt um, er moeten meer overheidsinvesteringen komen, dan heeft hij het heel vaak over een Anglo-Saxische wereld. Als men dan vraagt met het toen interviewers veel te weinig, oké okay, meneer De Grauwe, meer overheid, maar in België zitten we al aan, hé, hey, 80 dingen, moeten we daar niet wat timberen, dan zal hij zelfs vaak zeggen: Goh ja, eigenlijk wel. In de afspraak heb ik gezien dat de grauwe een heel um, toes vurige toespraak voor meer overheid en meer uitgeven enzovoort, dat dan gewoon door, door te maar wordt het dan niet te veel? En dan ineens zegt hij, ja eigenlijk, te veel ja, is ook allee, niet goed, of zoiets. We moeten in alle eerlijkheid gewoon uh, onder ogen zien dat er uh, qua overheidsuitgaven dat het hier echt wel de spuigaten uitloopt en, en dat je uh, al maar minder inkomsten krijgt vanuit die privé. Hè. De privé wordt zelfs ja. uit Wallonië weggejaagd. En nu, en, nu, en nu denk ik dat we, dat we, dus we hebben het hier heel hard over, we, we, het gaat, uh, we, zijn, we zijn in Vlaanderen en in Vlaanderen is de neiging, de, ik ben ook Vlaming, dus ik zit ook hierbij, om de discussie heel hard op personen te gaan. Anona de Wever, Paul de Grawe, uh -huh. hè. all the bad guys of, of good guys, een aan aangevangen perspectief. Um, maar het heeft daar ook mee te maken, op bepaalde momenten zie je nog maar. Één type expert of, of die dat nog maar één type economie in de media komen, mm -hmm. degene die heel dat verhaal van overheidsuitgaven ondersteunt. Is dat bewust? Nee, nee je kunt dat ook zien uh, bij Chomsky. Zo'n zaken gebeuren niet bewust, maar dat is een soort bewustzijnsvernauwing of een, of een ding waarin dat journalisten spontaan gaan zeggen: van ja, we gaan nu iemand bellen erover en er ja, ze voelden dat dan zo enkelpaal. Dat is niet waar. Hè? Dus als we al meer economen zouden zien hè, in de afspraak, ook met andere visies, die zouden zeggen van ja... En ze komen soms, ze komen soms, maar te weinig misschien. Um, dan, dan zou het gezonder zijn. Maar dat is een van de nefaste effecten, denk ik, ook van uh, al die overheidsuitgaven. Is, denk ik, een vermoeden. Ik kan het weer niet bewijzen, hoewel dat iemand het wel zou kunnen door tekstanalyse te doen op Twitter en zo. Ik denk dat het een nefast effect heeft op de vrije meningsuiting. Want als je in Wallonië zit, met een context waarin de overheid 80% van de uitgaven voor zich neemt, dan wordt het heel moeilijk om die overheid nog in, in vraag te stellen. Jij, uw inkomen hangt ervan af, de buren hun inkomen hangt ervan af, het hele dorp hangt ervan af. Als er dan een ramp gebeurt, zoals daar uh, bij de Visser met het uh -huh. barrage van Eupen, en er is kritiek geweest. Hè? Uh -huh. uh, maar dan wordt het heel, heel moeilijk om dat nog in vraag te stellen. Om te durven zeggen van, kijk, misschien was hier wanbeheer. Misschien was hier, want weer al om, het gaat weer niet om... Het is om, niet degelijk onderzocht, Het gaat he, naar mijn mening ook niet. En er zijn veel wale proffen zelfs die, die van dezelfde, die dezelfde mening hebben. De, de, prof, de prof die, die, die het uh, aankloeg... Uh... Die, die weigert er nog over te spreken, omdat hij dusdanig onder druk is gezet om... om uh... Voilà, dat is wat je dan krijgt. Hè? Dus je krijgt, als alles van de overheid afhangt, dan krijg je spontaan, en weer al zonder expliciete instructies, krijg je mensen die aan zelfcensuur gaan doen. Hè? Mm -hmm. Eerder nog dan dat er expliciete censuur... Maar je gaat gewoon voorzichtiger zijn als je weet dat iedereen van de, van de overheid afhangt, hè? dan gaat men veel voorzichtiger zijn in hun uitlatingen. Mm -hmm. hè? En, en dat, is, dat is een van, van de zoveel ja, onvoorziene of, of perverse effecten hè, van zo'n uh, zo laks geld, geldbeleid in de grote overheden die er het gevolg van zijn. Mm -hmm. nu, de, de, we hadden het er daarnet al over dat het, het uh, feit dat er gratis geld is er ook voor zorgt dat, dat uh, minder goede ideeën uh, langer kunnen blijven overleven of zelfs nog verder door kunnen gaan. Uh, de, de, uh, de voorbeelden uit het verleden van uh, een manier waarop het feit dat er geen gratis geld was en dat er dus wel degelijk limieten stonden op wat je kon, uh, uh, wat, wat je kon besteden als overheid, uh, zijn er voorbeelden waaruit blijkt dat domme ideeën of dwaze ideeën sneller uh, tot een einde kwamen? Of... Wel, sneller wel... wel oh. Het probleem is natuurlijk, van de, van de projecten die verdwenen zijn, weten we niet veel niet meer. Hè? Maar als we kijken naar ons land bijvoorbeeld, je hebt um, voor de jaren negentig de wafelijzerpolitiek gehad in ons land. Bij uh -huh. dat elke euro, die, uh, of Belgische frank toen, die in het noorden van het land werd uitgegeven, moest ook in het zuiden gedupliceerd worden. Waardoor dat wij met, uh, met bruggen zaten die nergens naartoe kwamen, met, uh, met metrosystemen uh, die, die, die nooit hebben gewerkt, enzovoort enzoverder. Er zijn, twee scheepsliften momenten, scheepsliften. Die... er zijn twee momenten van discipline geweest uh, in ons stand. Het eerste soort crash van discipline was de devaluatie, die we gehad in begin jaren 80, Poepaan -oh moment. Mm -hmm. Men had een uh, crisis, uh, oliecrisis dingen, dus de, de, de gouden jaren 60 kwam het brutaal ten einde met een oliecrisis en men is heel veel oude industrieën enzovoort blijven stimuleren mm -hmm. uh, 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 kolen, uh, staal, uh, boelwerven, uh, al die dergelijke mm -hmm. dingen allemaal mensen in jobs houden die eigenlijk geen toekomst meer hadden na die, nadat de olie duurder werd hè? Um, en dat is men blijven volhouden tot men dan ook met een werkloosheid zat Buitenlandse bedrijven kwamen niet, meer. De, de, de lonen waren ook veel te, veel te hoog gestegen van wat er tegenwoordig was, ook grote werkloosheid. Men heeft dat toen kunnen oplossen door de Belgische frank te devalueren. Uh -huh. Er zijn ook weer theorieën rond, hij heeft, heeft koning Boudewijn, die zou op voorhand, zou dus nooit bewezen, ik, een, een telefoontje hebben gekregen, of dat hij nog rap dollars heeft uh, kunnen kopen, dat weet ik allemaal niet. Uh, mythe, legende, Hugo de Ritter heeft er destijds denk ik ook nog boeken over uh -huh. geschreven. Dat was één disciplinemoment. En dus we er veel te veel uitgegeven. Maar ineens baf, daalt die munt, waardoor natuurlijk een heel aantal zaken moeten onmiddellijk duurder zijn. Mensen zullen meer hebben betaald aan de pomp. Hè? Mm -hmm. uh, al wat dat geïmporteerd wordt, zal ineens veel duurder zijn geworden. Maar dat was natuurlijk een manier. Italië gebruikte dat ook om. Om, dat was de manier waarop België en ook Italië omgingen met. Dat, is zo, dat escaleerde ja. telkens. I Italië ja. probeerde bijvoorbeeld uh, de, de, de concurrentiepositie van, van haar auto-industrie tegenover de Duitsers, die kwalitatief ja. betere producten afleverden, uh, eigenlijk door devaluatie de van de eigen munt ja. uh, Tuurlijk. te stimuleren. Hè, de devaluatie dus, de dus, is, is geen wondermiddel. Bovendien het, uh, het, het komt het ook weer niet gelijk terecht over heel de bevolking. Hè. Het zijn altijd dezelfde die er het meeste last van hebben. Dus het is geen wondermiddel. Maar het, 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 allee, ja. dat was de manier om ermee om te gaan. Het tweede ja. het moment van discipline was in de jaren 90, toen um, de Hanen ons de, de eurozone wou inlootsen. Mm -hmm. Dan moesten we aan de Maastricht-norm voldoen. Dan zijn ook een heel aantal zaken uh, stopgezet. Daarentegen heeft men wel een, een, een mechaniek in gang gezet die men nu niet kon voorzien, maar die er vandaag toe leidt dat een heel aantal structuren dan weer dubbel... Dus men heeft toen een, een soort uh, gezegd van kijk, er wordt verspild in, in die huidige staatsstructuur die we hebben. Mm -hmm. We gaan dat stopzetten. Oké, okay, heeft men gezegd, op voorwaarde dat hè, die nieuwe entiteiten ook voldoende gefinancierd worden. Waarvan we nu weten of kunnen zien hè, dat er een aantal structuren worden gedupliceerd enzovoort. Maar op dat moment was dat, had dat zeker ook een disciplinerende werking. Hè? En heeft men ook een aantal nutteloze uh, zaken uh, stopgezet. Dat kwam toen Zo niet wat? door. Ik denk uh, een aantal grote openbare, uh, grote openbare werken, denk ik, die, uh, die op dat moment zijn gestopt. Dat is een, dat is een goede vraag. Zou iets moeten vragen aan, aan, een, uh, aan in de jaren negentig? Ik denk ook een aantal pensioenstelsels die zijn uh, geharmoniseerd. Mm -hmm. maar het, is een heel, het is een heel goede vraag. Maar ik, ik weet dat de, de, ook, de wafelijzerpolitiek, daar zijn ze in ieder geval mee opgehouden, ja. omdat het uh, uh, te absurd voor woorden... Dat was het eigenlijk altijd al geweest, ja, maar ja, het ja. kon niet meer gefinancierd worden. Nee. Inderdaad. Uh, maar dus, dus bijvoorbeeld ook de, als je ziet, domme ideeën die werden stopgezet. Uh, je had uh, Brussel, dat nu wel een vrij verminkte stad, stad is. Hè. Mm -hmm. de, de plannen waren daar nog veel uh, megalemaaner. Nu, nu, nu spreek ik terug natuurlijk over de jaren 50-60. Ja, ja, ja. De... Uh, en, en die, op uh, de E19, Brussel-Antwerpen was nog heel lang de middenstrook. Dat is dan het Witte Kinderbos geworden. Wie ja. kent dat nog? Uh, de tijd vliegt, hè. was de bedoeling om daar nog een veel breder Tostrade van te nee. maken. We je dan, ja, we best van Brussel dan nog zijn overgeschoten en een pompstation zo op het einde en een andere kant in Antwerpen, ik weet het niet. Hè. Uh, dus, dus veel van die, veel, veel van die nutteloze uh, werken gestopt. Maar als we nu eens terug naar, gaan naar de dag van vandaag, naar dat onderwijs. Hè. Dus de kwaliteit van dat onderwijs keldert volgens alle metingen. Hè. Uh -huh. Vroeger zou de stem van de werkgevers misschien zwaarder uh, doorgeklonken hebben. Want die zouden gezegd hebben, we, ja, maar wacht. Wij komen hier naar België, of, of we beginnen niet in België, omwille van het hooggekwalificeerde personeel, dat meerdere talen kent. Hè, mm -hmm. uh, krijgt hier echt, oké, okay, Belgische lonen zijn hoog, zijn altijd hoog geweest, maar krijg je echt wel waar voor je geld. Nu blijkt dat wij, net zoals in andere landen, veel meer gaan moeten investeren in training enzovoort. Ongetwijfeld hebben de werkgevers dat op een gegeven moment gezegd. Ze zullen zeker al wel gezegd hebben: Pas op met dat onderwijs, hè, want we hebben hier niet meer de kwaliteit van vroeger vanuit hun mm -hmm. standpunt gezien. Die stem beweegt weer veel minder zwaar door dan vroeger, hè? Mm -hmm. omdat wij weer veel meer overheid hebben, veel minder dingen. Veel mensen geloven nog dat uh, zo van die grote lobby's, zoals AmCham, hè, dat is de American Chamber of Commerce in België, Amerikaanse bedrijven die hier actief zijn enzovoort, dat die een directe lijn hebben en dat gewoon gebeurt wat die mensen vragen. Nee, dat is dus niet zo. Als het ooit al het geval was, dan is dat nu wel echt definitief gedaan. Mm -hmm. Die krijgen geen gehoor uh, in, um, hebben zeker geen rechtstreekse lijn meer enzovoort. Hè. Ze voelen hun impact op de politiek uh, uh, duidelijk afnemen. Mm -hmm. In Europa net hetzelfde verhaal. Hè. Men denkt hier al, ja, de Europese werkgevers, en die hebben zeker een impact. Hè. Dat is dan weer een andere discussie. Die draait rond, uh, als je dan privésector hebt, hoe competitief is die privésector? Gaat dat niet over grote bedrijven die zich te veel afschermen? Heel interessante uh, discussie. Hè? Mm -hmm. Maar de stem van de privésector klinkt ook veel minder zwaar door in, uh, in Brussel. Met voor- en nadelen, uh, lobbying enzovoort. Iedereen vindt dat foei en vies. Hè? Ja, we zien, we zien, maar, momenteel, we zien ja. momenteel natuurlijk wel voornamelijk lobbying gebeuren vanuit NGO's, die ja. dan nog eens met overheidsgeld gefinancierd ja. worden. Dus daar zit je met een cirkelredenering, uh, waarbij ja. eigenlijk de, de, degenen die in een, in, een, in een origineel systeem voor welvaartscreatie zorgen, al maar minder te zeggen krijgen. En vervangen worden op het, op het publieke toneel, of daar waar de beslissingen worden genomen, ja. door degene die eigenlijk, als je het lelijk wilt uitdrukken, parasiteren op, op, ja. op de arbeid van de anderen. Degene ja. die, die, die zichzelf uh, rijkelijk laten betalen. Met, ja, om, ja. Wel ja, dus, dus dat is. Um, hier, hier, komt, uh, hier, kom, hier ga ik even een econoom opvoeren, uh, uh, Schumpeter. Schumpeter is de man die uh, creatieve destructie heeft, of creatieve vernietiging heeft, heeft uh, gelanceerd, uh -huh. of vastgesteld, beschreven, veel over geschreven. Um, het idee dat, um, wat je in Amerika veel meer hebt dan in Europa, hè, is dat ze nog veel meer toelaten dat bedrijven ten onder gaan en dat er nieuwe ontstaan. Hè. Uh -huh. Dat is de bron van, van waarom ze nog altijd. En dat laat ik ook weer gisteren. In vergelijking met Europa heeft Amerika heel goed haar aandeel uh, in het wereld-BBP kunnen behouden. Hè. Mm -hmm. Relatief gezien is Europa erop achteruit Amerika oh, zit nog altijd, het taalt, maar, maar, maar minder hard aan dingen. Europa krijgt daar krijgt, krijgt krijgt klappen uh, qua ja. relatief aandeel. Okay. Um, creatieve, de, creatieve destructie, die dus door, als alles overheid is, dat je veel minder gaat hebben. veel kunnen een veel statischere maatschappij. Mm -hmm. Maar Schumpeter heeft ook voorspeld, en ik kom erbij, dat naarmate de welvaart. Uh, een bepaald punt zou hebben bereikt, hè? dat je een klasse mensen zou krijgen die het zo goed hadden dat ze niet meer weten inderdaad, waar de welvaart vandaan komt en dat het zelfs chic wordt, hè? darwinistisch bijna, hè? omdat je uh, continu wilt onderscheiden, vroeger met merkkleding, nu door bepaalde ideeën aan te hangen, maar dat het chic wordt om je te verzetten tegen hè? de bronnen van de, van de welvaart. Hè? Ja. Om te zeggen: van kijk, ik heb dat allemaal niet meer nodig en vanuit hun standpunt nu klopt dat ook wel. Hè? Uh, het kan wel zonder bedrijven, het kan wel zonder uh, zo hard te werken, enzovoort, enzovoort. Ja, maar daar dat is wel op dat voorspeld punt, weer. Op, op dat punt zitten we natuurlijk. En nu, die creatieve destructie. Uh, dat is hetgeen wat dat er ook voor zorgde in de communistische regimes. dat uh, ze daar nooit verder zijn geraakt dan het ontwikkelen van motoren en auto's. uit de jaren 40 en de jaren 50. Die zijn ze tot in de jaren mm -hmm. 90 blijven doormaken. Ja. De, de, de grote vooruitgang kwam in het, in het verfoeilijke kapitalistische Westen. Ja. Uh, maar. Even nog één ding uh, in verband met dat onderwijs waar dat je aan, aan, uh, uh, even aan aankwam. We gaan erop achteruit. Uh, zit daar ook die link met dat gratis geld? Is daar ook het, uh, de mogelijkheid ontstaan om, om eerder dwaze ideeën te laten doorgaan? Ja, ja, dus... Want ik zie, en, en, en dat is voor mijn rekening, maar ik heb, heb gemerkt dat we. Uh, het is het is quasi onmogelijk om nog een goede vakman te vinden, mm -hmm. maar de politicologen, de sociologen en de juristen, het spijt mij voor u, maar ja, die je die, die gooit een steen en je hebt er 15 ja. geraakt. We zitten eigenlijk met een sortiment van goedkoop academisch overschot, want ze zijn niet allemaal even goed opgeleid, waar dat je niet veel meer mee kan doen en die ook uh, zichzelf te goed voelen om, om nog degelijk Wel, werk ja, te doen. Ja, ja, maar weer al. Weer al hè. Uh, die, uh, ik ben niet de, de grote chef of, of verbinder, wil ik ja. spelen. Wat, wat speelt is dat we hebben in onze maatschappij. Uh, allee, doen we allemaal een gespecialiseerd beroep. Uh -huh. Bitcoin, fiscaal advocaat, is redelijk gespecialiseerd. Ja. Wat u doet is redelijk gespecialiseerd. Uh -huh. uh, Klank en licht is, is, is gespecialiseerd. Hè. Uh -huh. Je krijgt automatisch een soort sortering. dat is vrij normaal dat mensen die in hetzelfde beroep gaan. Ook op andere dingen dan puur beroepskennis. ook een bepaalde ideologie gaan delen. Uh -huh. Linkse boekhouders, ze bestaan ongetwijfeld. maar meestal, de meeste boekhouders. hebben een andere visie op de wereld. Hè? Uh -huh. uh, rechtse schrijvers, u ja, al denken vanaf hoe dat je definieert, maar rechtse sociologen, al wat minder. En, uh, El zou nu. Hè, ik wil maar zeggen. je, krijg, je hebt automatisch. en dat is voor een <coughs> stuk ook des mensen. Dat je uh, groepen hebt die bepaald gedachtengoed aanhangen. Wat mm -hmm. slecht is, is natuurlijk, is dat er nooit meer is, uh, een confrontatie is met de buitenwereld, met mensen die van buiten de silo komen. En daar komt weer dat gratis geld uh, ter sprake. Hè? Dus zolang universiteiten uh, en departementen het geld komt uit de begroting, de universiteit Gent moet nu voor het eerst sinds heel lang besparen, hè? Mm -hmm. maar daarvoor bleef het geld zo. Dus je krijgt binnen de universiteit ook bepaalde eilandjes. Hè? Die niet echt gedwongen zijn... Allee, uh, Paul de Grauwe, de dames maar die zit daar met een, een leerschool, hè, een leerstoel, die betaald uh -huh. is van buiten. Hè? Uh, universiteit moet sponsoring gaan zoeken, partijen, nog zo'n ding, moeten uh, anders lidgeld gaan zoeken bij, uh -huh. bij dingen, moeten met de maatschappij in contact treden, en dan gaat dan vaststellen van, oh wacht, dit idee, of de manier waarop wij een bepaald idee uitleggen, dat klopt misschien niet, misschien klopt ons idee zelfs niet. Want we zijn gedwongen met anderen te praten om aan onze centen en onze financiering te geraken. Mm -hmm. En dus bepaalde concessies te doen, of toch tenminste te luisteren enzovoort. Weer al geen complot of kwaadwilligheid, maar je krijgt dus in de context van gratis geld van zeer goed gefinancierde universiteiten. Ze klagen altijd. vraag is: is dat terecht? Hè? Zijn ze al zo ondergefinancierd? Krijg je op de duur eilandjes die niet meer met de rest in contact staan? Mm -hmm. En dan kan natuurlijk, als het over onderwijs gaat specifiek, ga je dat effect heel snel zien. Want een onderwijspopulatie hernieuwt zich heel snel. Hè? Dat ja. zijn al die dingen. Uh, leraren, dus als het daar fout loopt, en het is daar, allee, nu mogen we dat nu echt wel luid op zeggen, redelijk fout gelopen, hè? Uh, dan zie je dat effect het snelste. Nu, het onderwijs is wat dat we mee te zien fout lopen. De kans is groot, helaas, hè? dat dat op veel andere domeinen ook nog speelt. Uh, de economen die bij ons afstuderen, hebben die nog hetzelfde gezien, zeker qua diversiteit van meningen, als een econoom die twintig jaar geleden afstudeerde? Uh -huh. Rechten, juristen, idem, hè? Waar spelen al die... we, we zien het fout lopen op bepaalde punten die we kunnen meten. We mogen vermoeden dat het elders ook nog fout loopt, weer al, door een, een door te gunstige financiering. Uh, heeft daar zeker op Ik wil niet alles puur marxistisch uh, verklaren nee, door die nee, één nee, ding, maar, maar dus, heeft dus, er zeker mee te maken. Dus, dus eigenlijk om af te ronden, uh, zitten we uh, momenteel op het keerpunt waarin de nefaste gevolgen van te lang gratis geld ons vuur gaat opbreken Wel, en zijn we er nog niet direct vanaf. We chassé uh, le naturel, il revient au Maar hoe langer dat je dat uitstelt, vrees ik, ooit zal de natuur zich herstellen. Ooit is er zoveel fake. Dat niks nog klopt. Hè? Ik hoop dat het niet zover komt. Hè? Maar hoe langer dat men dat uitstelt, en dat is eigenlijk wat dat gratis geld eigenlijk wil doen. Men wil de pijn verzachten. Maar hoeveel pijnsters, als ze nu pijnsters blijven blijven, blijven blijven geven, dan gaat het op de dag goed fout lopen. Hopelijk hè, keert men daar nu van, wat van terug. Interviews zoals deze helpen. Economist, Politico, ik zie meer en meer publicaties ook nu dan negatieve gevolgen. Mm -hmm. Dus hopelijk hè, is er wel bewustwording dat gratis geld niet altijd uh, de hemel op paarden betekent. Oké. Okay. Voilà. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dank je ja.